Voor de tweede keer op rij wint Suriname de gouden medaille en de Hans Schenk Commemorative Award voor het meest innovatieve gerecht dat is klaargemaakt met inheemse ingrediënten. Het gerecht was klaargemaakt met de traditionele cassave. Deze prijzen zijn gewonnen door juniorchef Jamuro Zuiverloon. Het vorig jaar won hij al een zilveren medaille op het onderdeel Junior Chef of the Year. Het is de eerste keer dat een juniorchef er met deze prijs vandoor gaat. Als land wint Suriname de zilveren medaille in de Culinary Competition for Teams. Dat is een tree hoger dan het brons dat vorig jaar werd gewonnen. De individuele prijzen gaan naar pastrychef Safira Meinheimer voor Pastry Chef of the Year. Ragniel Mahis, die wint eveneens zilver in de competitie voor Beef Mystery Basket Individual Competition. En chef Gilbert Wirjomunawi wint zilver voor de Seafood Mystery Basket Individual Competition. De bronzen medailles gaan naar de Bartender of the Year, Stefano Grep, en de laatste naar chef Lorenzo Harper voor de Chief of the Year Competition. In vergelijking met de afgelopen twee jaar is de groei van het team merkbaar. Teammanager Sherwin Alexander glundert van trots wanneer zijn team de ene na de andere prijs in de wacht sleept. Het harde werken wordt beloond, maar het smaakt naar meer. Voor 2018 komt er een gestructureerde aanpak voor wat betreft onze voorbereidingen, zegt hij. Voorzitter Patrick Woei en secretaris Rosita Leeflang van de Suriname Chefs Associatie zijn ervan overtuigd dat met de inzet van elk individu Suriname veel hoger op de culinaire ladder kan komen. Dit zal ook een spin-off hebben naar andere sectoren zoals toerisme, educatie en hospitality.